Ik heb de duwhulp geïnstalleerd op de rolstoel. De duwhulp hangt nou aan deze band. En je kunt de rolstoel nu vrij heen en weer bewegen. Als ik de duwhulp wil gebruiken, dan laat ik eerst de duwhulp op de grond zakken. En dat doe ik door de band los te maken. En dat doe je heel simpel. Dan schuif je die band gewoon eventjes zo naar voren. Dan hangt hij hier aan. En nou staat de duwhulp op de grond. En dan voel je ook meteen dat de rolstoel vast staat. Om hem te starten, zeg maar, moet je dit knopje induwen. En dan gaat er een groen lampje branden. Hier. En als je gas geeft, gaat hij vooruit. Je kunt hem ook omschakelen naar achteruit. Dat doe je met dit knopje. En dan, als je gas geeft, gaat hij achteruit. Je kunt met dit knopje kun je eventueel de snelheid regelen. Zo zal hij heel langzaam rijden en zo zal hij snel rijden. Maar ook met de gashendel kun je ook, hoe verder je hem inknijpt, hoe harder die gaat. Als je hem weer uit wil zetten, trek je dit knopje naar buiten. Gaat het lampje uit, werkt het niet. De accu laden doe je hier. Deze stekker moet je lostrekken. En dan moet je op het stekkertje wat in het tasje verdwijnt, dat is deze, daarop moet je de lader aansluiten. Op de lader zit precies zo'n stekkertje. Hij begint eerst rood te branden en als die vol is, brandt hij groen. Je kunt ongeveer, ja, volgens de gebruiksaanwijzing 13 kilometer rijden met dat ding. Nou, we zullen zien hoe dat in de praktijk is. Dus je hoeft hem niet na iedere kilometer op te laden. Maar het zal, ja, toch wel regelmatig moeten gebeuren. De lader heb ik in de kast gelegd. Hier zo. Dit is hem. Je ziet hier dat stekkertje, dat steek je op het stekkertje dat uit het tasje komt. En na het laden moet je de stekkertjes weer met elkaar verbinden en dan is die gebruiksklaar. Je kunt ook de accu lostrekken als je dat handiger zou vinden. En hij zit met klittenband hier op de duwhulp vast. Nou, ik ga hem nou weer even op zijn plek zetten. Ik ga dat niet elektrisch doen, dus ik doe deze lus hier. En nou is die weer opgetild en dan kan die weer vrij rijden. Mocht je nou de rolstoel mee willen nemen in de auto, dan zal de duwhulp eraf gehaald moeten worden. Dat kan heel simpel. Je schroeft hier dit los, dit stekkertje. Dat moet je eerst even losdraaien. Dan kan je het eraf trekken. Je maakt hier deze band, pak je er eventjes af. En nu zit hij nog hier vast met deze gele hendels. En aan de andere kant zit er ook één. Ik kom gewoon een hand tekort nu even. Ja, want ik heb de camera in mijn handen. Dus ik maak hem even los. Hup. Zo. Dus dan hou je nu de duwhulp over. En die moet je dan apart in de auto zetten. En de rolstoel kun je gewoon opvouwen zoals je gewend bent. Niks verandert.